hele grote afdeling als je dat vergelijkt met andere ziekenhuizen. Maar we doen ook veel. We doen veel op de IC, we doen veel op de OK's. Natuurlijk ook heel veel polyklinische werkzaamheden. Waar patiënten onderzocht worden op hersenfuncties, maar ook op zenuwgeleidingsonderzoek en spieronderzoek. En ik denk dat onze afdeling zich kenmerkt doordat het laagdrempelig overleg heeft en daardoor ook een gezellige afdeling is. En in een ziekenhuis als deze, daar gebeuren altijd spannende dingen. Dus het is niet een saaie baan, denk ik. Nee.